We zijn hier op de kop van Goeree, bij een gebied dat heet de Springerduinen, dat ligt daarachter. En als je dat zo bekijkt, zijn de duinen hoog. Ze zijn ook hoog, ze zijn veilig, ruim boven zeeniveau. Maar op de lange termijn, als de zeespiegel toch dreigt te stijgen, en het is nu ebbe, dan is het nog maar de vraag of deze duinen uiteindelijk sterk, vooral breed genoeg zijn om de zee op lange termijn te kunnen keren. Vroeger werd overal helm gebruikt om de duinen op zijn plek te houden. Het werkt ook heel goed, het houdt de duinen op de plek, het houdt ze zoals ze zijn. Maar nu willen we eigenlijk dat het zand weer gaat stuiven, zodat de duinen gaan groeien. Dus we halen het op sommige plekken weg. Ik heb hier een kaartje waar de hoogte op aangegeven is. Je ziet hier in het rood het hoge gedeelte van het duin, het groene en het blauwe daarachter is veel lager. En wat we eigenlijk als waterschap hier willen, is op de lange termijn een breder duin proberen te krijgen. Hierachter extra zand. Hoe gaan we dat proberen? We gaan hier in de buurt, op een aantal plekken, gaan we een kerf aanleggen in de zeereep. Dat is een soort met hellingbaan voor het zand, waarbij we de begroeiing weghalen en het een beetje uitgraven, zodat het zand vanaf het strand door kan waaien tot achter de duinen. En dan willen we graag dat dat hier zo neervalt, zodat we een brede duin krijgen. Die kerven zijn ook voor de natuur zo interessant, omdat op dit moment het gebied eigenlijk dichtgroeit en wordt verstikt door soorten als duindoorn, meidoorn, bramen, brandnetel. En als die inkepingen erin zitten, dan kan er weer kalkrijk zand het gebied inwaaien. Wat goed is voor soorten als bijvoorbeeld het duinviooltje. Ik ben een vooronderzoek aan het doen om een plan te maken om hier wat meer verstuiving in het gebied te krijgen. En het idee is dus niet om een gat te maken, maar om een oplopend profiel te maken vanaf het strand. Dus je begint helemaal laag op het strand al met graven. En dan ga je omhoog in een, als het ware in een rechte lijn. En hoe hoger je komt, hoe meer je daar weg moet graven. Graaf je voor een deel door de top heen en aan de achterkant doe je eigenlijk niks meer. Dus dan krijg je een soort van omgekeerde glijbaan voor zand, waarbij het zand van laag naar hoog heel makkelijk over die helling naar binnen kan stuiven. Is dat wel veilig? Ja, dat is juist veilig. Want er komt meer zand in het duingebied, dus het wordt robuuster. En die kerven, ja, dat is iets wat tussen de oren van de mensen zit. Hè? Mensen zien kerven als gaten. Maar als je er een profiel doorheen trekt, dus een hoogtemeting doet door de lengte van de kerf, dan zie je gewoon een oplopend profiel tot een bepaalde hoogte. En deze kerven zullen dan op hun top een hoogte van ongeveer 10 meter NAP krijgen. Dus je hebt een oplopend profiel vanaf het strand naar 10 meter. En golven die daarin lopen, die doven gewoon uit, omdat je zo'n mooie lange flauwe helling hebt. Dus de kans dat je afslag krijgt op de plek van die kerven, die is veel kleiner dan op een plek waar je geen kerf hebt, omdat daar de zeereep eigenlijk steil omhoog gaat vaak. De golfaanval op die steile kant veel groter is en je daardoor bij stormvloeden veel meer schade hebt. Terwijl je bij kerven ziet dat het water wel een heel klein beetje naar binnen loopt, maar het dempt uit. Het is niet de bedoeling, en dat zal ook niet gebeuren, dat de zee echt zelf helemaal door die kerven heen gaat. Dat is natuurlijk altijd het angstbeeld wat opdoemt bij het idee van kerven. Maar door een minimale hoogte binnen zo'n kerf vast te houden en eigenlijk te monitoren. Hè. Ga je ieder jaar meten of die hoogte veranderd is. En door te zorgen dat die hoogte minimaal een bepaalde hoogte houdt, garandeer je eigenlijk ook dat de zee er nooit doorheen kan. Nou, dat is eigenlijk een van de manieren, misschien wel de enige manier, waarop je op min of meer natuurlijke manier kan zorgen dat je zand in het systeem krijgt, waardoor de duinen groeien, waardoor je de zeespiegelstijging bij kan houden. We hebben heel veel zand. De Noordzeebodem ligt helemaal vol met zand. Dat zand wordt op heel veel plekken al naar de kust gebracht in de vorm van suppleties.
Moet je nou een veel grotere zeespiegelstijging bijhouden, dan kun je zou je kunnen overwegen om ook hier extra zand op de kust te brengen. En daarmee voor te zorgen dat er veel meer zand het systeem inkomt. Maar je wil het in je duinen hebben. En de enige manier waarop je dat voor elkaar kan krijgen is eigenlijk door die kerven te gebruiken. Veel mensen vinden het maar een raar idee dat we in de duinen willen gaan graven. Waarom houden we het niet zoals het is? We denken als waterschap dat de duinen echt breder en hoger moeten worden in verband met de zeespiegelstijging. Daarom gaan we aan de slag. We zorgen er natuurlijk voor dat tijdens de aanleg van die zandpoorten de situatie veilig blijft. En op termijn wordt de veiligheid alleen maar beter omdat de duinen breder en hoger worden.